Professor Siwanath Naipaul heeft gisteren de 11e Vedanta-prijs in ontvangst genomen. De prijs is aan hem uitgereikt voor zijn buitengewone inspanningen op het gebied van natuur en milieu in Suriname. De Vedanta-prijs wordt uitgereikt aan personen die excellente prestaties leveren in de geest van Vedanta, de filosofische tak van het hindoeïsme. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de stichting Jan Adien Fonds. Kalo Jatnanan Singh, voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting, heeft zowel de CV als de verrichtingen van Naipaul opgesomd en aangegeven waarom de keuze op hem is gevallen. Suriname kan naar zijn mening veel geld uithalen. We moeten dus niet te gaan lenen. De professor heeft dus ook alternatief. We kunnen heel veel geld halen. Ik weet niet of het om miljoenen of miljarden gaat, professor. Maar in ieder geval hoop ik dat de machthebbers, bestuurders, dat die ook aan deze mogelijkheid denken. En u ook om advies vragen hoeveel geld wij eruit kunnen halen. Want ik heb geen cijfers gezien. Dus en ik ben overtuigd dat we dat zeker kunnen. Met deze uitspraak zal ieder het eens kunnen zijn, we zijn het met eens. Al wil ik toch ook vanuit deze plaats een lichte waarschuwing uitspreken. Past u op, toch professor, want er zijn kapers op de kust. Het voorgaande is beslist geen volledige weergave van alle activiteiten van de laureaat in het kader van het standhouden en juist beheer van de natuur, maar ruim voldoende om reeds op grond hiervan waardering uit te brengen aan hem. Concluderend is het voor het Jan Adien Fonds een eer de Vedanta Prijs 2019 toe te kennen aan professor Dr. Siwanath Naipaul vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten in de geest van de universalistische eenheidsfilosofie van de Vedanta. Dank u. Professor Naipaul zei in zijn acceptatiespeech dat hij niet alleen het werk om de Surinaamse kust te beschermen heeft verricht. Dat werk wordt nu opgemerkt door andere instanties die ook een handje willen meehelpen, benadrukt Naipaul. De laatste tijd krijgen we meer aandacht ook vanuit de private sector. Die beginnen ook in te zien dat het mogelijk is met hun bijdrage heel veel te kunnen doen. De overheid zit ook erachter op dit ogenblik, omdat, nogmaals, het is geen proven technologie geweest in het verleden, maar met aanpassing aan onze omstandigheden kan dit systeem een proven technologie worden, waardoor je dus in staat bent om op een bepaalde manier toch dat uit te voeren en resultaten krijgen wat je wenst. Dus waar natuurlijk wil gaan is dat er zoveel mogelijk mensen en organisaties staan, omdat het is wel een gezamenlijke actie om dit te ondernemen, maar individueel heeft iedereen voordeel aan. Professor Siwanath Naipaul, hij sprak gisteren na het in ontvangst nemen van de 11e Vedanta Prijs. Deze is uitgereikt door de stichting Jan Adien Fonds. De uitreiking vond plaats in het Self-Reliance Auditorium.